Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernand Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 20 hier in Spanje. Ronde nummer 4 van seizoen 2 staat op het programma. Helaas dit seizoen nog geen punten weten te scoren. Hopelijk kan daar vandaag verandering in komen. En ja, Spanje, weer op dat aangepaste circuit gaan we rijden. De kalender is flink opgevuld met allerlei activiteiten. Nice. We zijn ook flink bezig met de faciliteiten om die zo snel mogelijk up te graden. Alles van de auto ziet er nog goed uit. We hoeven nog geen dingen te wisselen, dus dat is goed om te zien. En we hebben flink wat geld binnengeharkt, mede dankzij de sponsoren. Spoelen we de tijd gewoon eventjes vooruit en kijken of er nog dingen zijn veranderd in de tussentijd. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Nieuwe onderdelen zijn dus aan de auto toegevoegd. Dit is een soort van dilemma die ik even moet weten te doorstaan. Wat gaan wij doen? Dat is de vraag. Gaan we accepteren, voorstellen of declinen? Als we suggest doen, dan krijgen we ongeveer de helft. Dus hebben we beide dingen toegevoegd. En dat hebben we dus ook gedaan. Ook een onderdeel van de Red Bull powertrain is op de auto geschroefd. Honda heeft een nieuwe upgrade weten te doorstaan. Dus dat is goed om te zien. Helaas wel van een aantal onderdelen dingen verloren. Dus ja, dat is helaas wat minder. Die moeten opnieuw worden besteld. Twee onderdelen dus komen eraan in de volgende race. Staan nog steeds laatste in de Research and Development Progress. Dan skippen wij de tijd gewoon eventjes door en komen we aan bij de Pirelli Hot Lap. En dan zijn we dus bij de Pirelli Hot Lap. De autocross moeten dus door die poortjes heen zien te bewegen. We mogen ze niet missen of niet raken, want dan krijgen we een tijdstraf. We rijden dus in een Aston Martin F1 auto. Dat betekent zorgvuldig omgaan met het gas en het sturen. En daar mis ik helaas een poortje. En dat is 5 seconden er volgens mij bij, als ik het goed zeg. Dan zit de challenge erop. En helaas een gate gemist. En dan eindigen wij op een derde plek. Terwijl het hout hier alweer begint te kraken. Komt door het warme weer helaas. En dat hout zet helaas uit. En dat hoor je. Goed verhaal. Maar goed. Ja, brons dus. 25 seconden helaas tijdstraf gepakt. Nou, we zouden eigenlijk goud moeten hebben. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Maar goed, het is wat het is. Daar kunnen we niks meer aan doen, helaas. Wel ook wat geld binnengekregen. 25.000 erbij. En dan zou ik zeggen, laten we lekker beginnen voor de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje voor aflevering nummer 20 van F1 22. My Team Career Mode, daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel en we rijden gewoon op de full wet. Waarom? Zoals je ziet op het scherm regent het. En dat betekent ook geen DRS, dus misschien hebben wij wel een voordeel in deze weersomstandigheden. Nee, ik denk het niet. We moeten nog steeds ervoor zorgen dat wij Oscar Piastri verslaan in de kwalificatie, want dat is dit seizoen maar zelden gebeurd. En gaan onze eerste run hier dan inzetten.
En hopelijk gaan wij misschien door naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren, terwijl we daar even die drie broodjes hadden geraakt. Die zijn trouwens nieuw op dit circuit. Ik weet niet waarom ik het zei, maar goed, ik zei het toch. Kom aan bij de laatste bocht hier in Catalonia. En dan laten wij een 1.35.4 noteren achter Piastri. En dan heb ik de gok gewaagd om naar Inters over te stappen. En heel veel mensen gaan met mij mee, zie ik. Want het is ook tijd voor Intermediates. De hevige regen is weg en Gasly noteert de snelste tijd. En wij gaan nu zometeen ook een sprong maken, denk ik. Hopelijk dat Latifi ons niet in de weg rijdt. Zou zonde zijn als dat gaat gebeuren. Kom maar aan bij sector 3. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok. En dan wordt onze tijd een 1 minuut 31.5. Wordt een derde tijd. We staan erbij voorlopig, maar nu moeten wij gewoon doorpushen. En zo lang mogelijk doorgaan op deze intermediates. Want ik denk dat heel veel mensen zich gaan verbeteren. En dan staan wij zomaar P18, noem maar wat. Nog ongeveer 30 seconden op de klok. We hebben nog tijd voor een vierde run. We staan op een P4. Wat wordt zometeen onze positie? En dat wordt een derde tijd. Maar daar is Dan Ticktum al het snelste. En Charles Leclerc verbetert zich. Staan op een P7. En de vlag hangt uit hier in Spanje. We zijn teruggewezen naar een P22. Dus dit ziet er niet goed uit of wij moeten dit rondje nog gaan knallen. Maar ik ben er bang voor. En hier had ik even scheid aan iedereen en heb daar een track limit gepakt. En dan wordt het een 1.30.1. Op een 20ste plek. Max Verstappen dus het snelste in Q1. Carlos Sainz naar de tweede plek. Russell op P3. En wij dus op P20. Waar is Oscar Piastri? Die staat voor ons. Helaas. En Latifi en Gasly starten dus achter ons. Dat betekent op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 20 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we. Welcome then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen take victory on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016 after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg. Will we see more moments for the scrapbook here today? The Circuit de Barcelona Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of turn 9, which we might just see taken flat out this weekend. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, George Russell, and Hamilton, Fernando Alonso, Ricciardo, Ocon, and Alex Albon. Leclerc, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mick Schumacher, Lance Stroll, and Tsunoda, Ticktum, Magnussen, Guan Yu Zhou, and Oscar Piastri, the Professor, Latifi, Gasly, and Robert Schwartzman. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today.
It's race day yet again, and joining me for a chat is Natalie Pinkham. Now, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get a clean start. And this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space. And finding your braking point into turn one as well is testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier voor de Grote Prijs van Spanje. Gaan ons opmaken voor 33 rondes lang. Ja. Rijden, racen, rondjes rijden. Geen regen voorspeld. En dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab hier in Spanje. Kijken of wij zometeen goed weg kunnen komen van de startgrid. En wat kan Oscar Piastri vanaf die P18? Rijdt op de soft. Nee, sorry, rijdt op de mediumbanden. Wij stuiten dus op de soft. Dus wij zijn sneller bij de start, maar... De banden slijten eerder dan normaal. Dus daar moeten we rekening mee zien te houden. Banden zijn koud. Moeten dus worden opgewarmd. En dan komen we aan bij de startgrid. Gaan ons zometeen klaarmaken voor de race hier in Spanje. Voor aflevering nummer 20. Starten dus op een P19. Komen goed in onze gridslots terecht. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Spanje. Daar gaan ze inderdaad aan namelijk. En aflevering nummer 20 is onderweg. En we komen prima weg. Beter dan Piastri. Dat komt door die softband daar. Zo kwam Yuzhou al gezien. En ook Kevin Magnussen is gezien. Het is een drijfreed tussen mijn drieën. Want daar zat ook even Schumacher aan de buitenkant. Kijken hier bij Tsunoda aan de binnenkant. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. Schumacher buitenom passeren. Schumacher buitenom, lukt dat? We zitten aan de buitenkant. Nee, helaas net niet. Oh, Lance Stroll. Reed daar even een langzamere lijn. En wij zijn naar een P14. Proberen Schumacher misschien terug aan te vallen. Maar Yuki Tsunoda heeft ons geraakt. Op de achterkant. Dan zitten we in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als Schumacher al helemaal is weggereden van ons. Het gat is 6,7 seconden. Al groter en groter geworden. En Kevin Magnussen zit te kijken. Voor een aanval. Aan de binnenkant. Jazeker. Maar wij hebben die buitenste lijn. Duwen hem daar mooi wijd. Het is nog steeds P14. Nog niet in de punten zoals ik wil. Magnussen zit dit keer aan de buitenkant te kijken. Er is weinig ruimte. Hij remt laat. Maar wij duwen hem daar mooi wijd. Dat mag gewoon. En dat is nog steeds P14. En hier kan Magnussen even helemaal niks. Tikt hem. Rijdt op P16. Schumacher dus op een P13. Zitten we in ronde nummer 9 van de race. Als Magnussen... Het daar probeert, denk ik. Zit net te ver weg. Een gele vlag. Omdat er iemand gaat uitvallen. Dat is volgens mij Theo Poortje. Sorry. Dat zeg ik helemaal verkeerd. Dat is geen Theo Poortje, hè. Dat is Oscar Piastri. Ik zit nog helemaal met seizoen 1 rijders in mijn kop. Terwijl daar Magnussen ons had geraakt. Magnussen raakte ons daar. Er was geen ruimte en toch wou hij ruimte vinden. Maar goed, Oscar Piastri moet hem hier dus in ronde nummer 9 staken. Mijn teamgenoot uitgevallen, de eerste uitvaller van de dag. Het is een motorisch probleem, jazeker. De Honda motor houdt ermee op. En dat is jammer. Maar goed, van deze auto kan je ook niet zoveel bijzonders verwachten namelijk. Dan zitten we in ronde nummer 12. Als daar heel veel mensen weer de pitstraat uitkomen rijden... En het wordt close met Albon en Hamilton, want Hamilton is ook al naar binnen gedoken en rijdt nu pal achter ons. En Hamilton wil hem zo snel mogelijk voorbij. Maar dat lukt hier niet. Je moet er even opletten dat hij niet buiten de baan eindigt, anders kan je een track limit krijgen. Einde ronde nummer 12. Als de banden er wel aangaan. Maar hier kunnen wij
tempo gaan vertragen en hier dan zometeen op de exit meer snelheid meenemen. Binnen al gelijk 4/10. 5/10 zelfs. Nee, het wordt nu minder. Sorry, mijn fout. 3/10 is het nu. Hamilton. Kan hij er langs? Nee. Hamilton kan er niet langs. En nog 20 rondes te gaan. En hiermee houden wij Hamilton op. En misschien wel kan dit ervoor zorgen dat Hamilton niet in de punten gaat eindigen. Omdat wij hem zo lang ophouden. Nu toe een prima race. En we duiken naar binnen in ronde nummer 14. Hamilton zit aan de binnenkant. Dat zie ik. En hier is weinig ruimte. Maar toch laten wij Hamilton de ruimte toeschieten daar een beetje door. Wielbengen tussen mijn tweeën. Tussen ons tweeën. En dan heb ik vol vleugelschade omdat Hamilton ons heeft geraakt. We kwamen ook wel terug op dat broodje. Maar Hamilton duikt ook gelijk mee naar binnen. Voor een nieuwe neus. En ik ga dus niet voor een nieuwe neus. We laten het hierbij. We rijden toch al niet in de punten, dus ja, waarom zou een extra lange pitstop dan ons naar voren moeten gaan werken? Het heeft gewoon helemaal geen zin. De pitstop moet goed gaan. Gaat hij ook goed? 2,4, jazeker. En we komen terug op een P19. Achter Kevin Magnussen, achter Yuki Tsunoda misschien? Nee, net voor Yuki Tsunoda. Maar kan daar wel terugkruisen. Duwen we hem daar mooi wijd. En het is nog steeds P19. Jazeker. We merken wel dat wij schade hebben aan de voorvleugel. Dat is ook logisch. Want we hebben schade aan de voorvleugel. Tsunoda aan de buitenkant dit keer. Lukt ook niet. Want wij duwen hem daar mooi wijd. En dan zitten we in ronde nummer 19 van de race. Als Hamilton en Guangyu Zhou het met elkaar aan de stok hebben. We rijden op een P17 trouwens. En daar zit Hamilton. Misschien te kijken. Aan de buitenkant? Nee, want wij gooien de deur daar dicht. Kan er niet voorbij. Hier dan wel aan de buitenkant. Zit ernaast. Remt laat. En dan haken de wielen in elkaar. Doe ik dit wat expres. Om te zorgen dat wij toch nog plek vinden. En Zhou is gelijk aangedrongen bij ons. We zitten in ronde nummer 26. Als we daar blauwe vlaggen krijgen van volgens mij Carlos Sainz. Die de race leidt. En moeten hem zo meteen voorbij laten. Carlos Sainz is in bloedvorm dit seizoen. Won al 3 races uit 3 grote prijzen. De eerste 3 races heeft hij dus gewonnen. En het lijkt erop dat hij ook de 4 races op zijn naam gaat zetten. Terwijl Hamilton daar even keek aan de binnenkant. Dan is deze knik voor ons. Jazeker. En dat is nog steeds P17. Zometeen DRS voor Lewis Hamilton. Kan daar zometeen misschien gaan kijken. Daar zit hij trouwens te kijken. Aan de buitenkant, maar durft hem er niet naast te zetten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dan kan hij hier helemaal niks. En Lewis zit gewoon klem. Lewis zit klem, maar kan er niet gewoon niet voorbij. Kan er niet voorbij, helaas. Nou, helaas is wel een sterk woord. Dat is voor mij helemaal geen probleem. Voor Lewis denk ik wel. En voor Mercedes ook. Die kijkt daar aan de buitenkant, Lewis Hamilton, lukt niet. Duwen we hem daar wat wijd en het is een kleine touché. Proberen Hamilton daar in het gras te duwen. Het mag eigenlijk niet, maar toch doen wij het. En dan rijd ik nog steeds met die voorvleugel schade. Dat Latifi kunnen wij dus niet meer inhalen, dat gat is te groot. 16,5 seconden, 16,6 seconden ongeveer. Oscar Piastri dus uitgevallen. Hamilton. Aan de binnenkant. Hij zet hem ernaast. En hij is er voorbij. Maar wij kunnen terugkruisen. Jazeker. Raken daar elkaar. Per ongeluk. Hamilton geeft niet op. En hier is het dan gedaan, denk ik. Want zometeen kan Hamilton wegrijden op het rechte stuk. Krijgen ook blauwe vlaggen. Want volgens mij Max Verstappen. Of Perez. We hebben hier nu DRS. Op Lewis Hamilton. Kunnen hem gewoon aanvallen, denk ik. Want ze hebben overtekenknop ingeschakeld. Hamilton probeert die binnenkant nog te verdedigen. Lukt niet. En we zijn er weer voorbij. En het is nog steeds P17. Latifi rijdt nu al te ver weg. Dat had de 16,7 seconden. We moeten zometeen iemand voorbij laten. Dat is volgens mij Max Verstappen. Die tweede gaat worden in de race.
Jazeker, Verstappen gaat ons op een ronde zetten. En laten hem hier al mooi voorbij. Hamilton kan niet profiteren. Zit daar wel heel erg dicht op mijn gearbox. Hier dan, aan de buitenkant? Nee, lukt niet. En dan hier aan de binnenkant zetten. We raken elkaar daar meerdere keren. Maar het is geen probleem. Want Carlos Sainz wint de race. 4 uit 4 voor de Spanjaard. En wij finishen op een teleurstellende plek. Een 17e race. Houden Hamilton wel knap achter ons. Het is op naar de volgende race. Kijken wat dat dan gaat worden. So, another excellent win from Ferrari. So, Nathalie, what do you think helped them deliver this result? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Hierbij dan dus de uitslag van de race. Carlos Sainz wint alweer een race. Dit keer zijn thuiswedstrijd. Goed gedaan. We stappen op P2. Pakt de snelste race rond het punt. Russell weer op het podium. Derde plek. Norris 4. Alonso 5 voor zijn thuisrace. Goed gedaan. Leclerc. Driver of the day van P11 naar P6. Perez 7. En wij dus op een P17. Piastri dus uitgevallen. En ja. Sainz leidt gewoon dik. Hetzelfde geldt voor Ferrari en Williams komt naar voren toe. Nog steeds 0 punten, maar pakt ons wel in het constructeurskampioenschap. Staan dus nu 10e. Hopelijk kunnen wij binnenkort wel naar de punten rijden. 3 voor de tijdbreak, daarom hebben we zelf en Ocon. Plus 3 voor mij, plus 5 voor Ocon. Dat maakt 10 tegen 8. Hopelijk houden wij dit vol. Het team acclaim is gewoon goed. Level 17 dus het team, level 12 en zelf level 8 Piastri. Dus ja, dat zit wel snor, dat zit wel goed, dat zit wel oké. Helaas hebben wij van een sponsor niet het inkomen behaald. Omdat Piastri dus was uitgevallen en beide de schade gereden. Piastri meer dan ik. In totaal 8,24 miljoen dollar op de bank. Kunnen we gaan besteden aan faciliteiten en misschien wel het contract. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op dit kanaal? Gewoon abonneren. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker. We uploaden constant. Elke zaterdag en zondag een My Team Career Mode video om 1 uur. Jazeker. Dus gewoon dat belletje aanzetten. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer die online komt. En ja, volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam dan in de beschrijving. Dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.